De Telegraaf pakte vanmorgen flink uit met het nieuws. Halsema's zoon zou zijn opgepakt vanwege een gewapende inbraak. Nee, daar is geen sprake van. Dat staat in de Telegraaf, maar dat is echt helemaal nergens op gebaseerd. Want waar is er dan sprake van? Uh, nou, de verdenking is op dit moment dat hij een nepwapen bij zich had op enig moment. En, en, en dat is het. En uh, er zijn wat andere dingen gebeurd die ik uh, echt kwalificeer. Trouwens, dat nepwapen ook als uh, strafbaar puberaal gedrag. Er is rondgespoten met een brandblusser die ze daar op een verlaten woonboot vol met puin aantroffen. Er is nog op een ander bootje gekeken en toen was de politie erbij. Halsema schreef het vandaag ook in een open brief op de site van de gemeente. Ze zag zichzelf, vooral ook als moeder, genoodzaakt haar minderjarige zoon te beschermen. Voordat er een rechterlijk oordeel is geveld, heeft de Telegraaf hem op de voorpagina veroordeeld... voor een delict dat hij niet heeft gepleegd. Ik verdien het elke dag gecontroleerd te worden en ter verantwoording te worden geroepen. Dat hoort bij mijn ambt. Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen. Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is. Ik maak me er druk over dat de privacy van mijn kent op ernstige maat is geschonden doordat er kennelijk een lek is geweest en de Telegraaf dat lek heeft gebruikt. Ja, dat is dan journalistiek dat de privacy van mijn cliënt op straat ligt. Ter behoefte van een heel ander doel, namelijk kennelijk het beschadigen van de burgemeester, althans een poging daartoe. Toch zou er volgens bronnen van De Telegraaf bij de politie en justitie onvrede zijn over het feit dat volgens hen de zaak in de doofpot wordt gedaan. Als je iets in de doofpot wil stoppen, dan moffel je dat onder een tapijt. En dan draag je dat niet over aan een ander pakket wat niets met de burgemeester te maken heeft. En ook zeker niet aan een doofpot op zal meewerken. Dus het feit dat het is overgedragen aan een ander pakket om daar verder te beslissen bewijst dat er geen doofpot is geweest. Ook zegt Halsema de zaak gemeld te hebben bij de gemeentesecretaris en het Integriteitsbureau van de gemeente. Toch blijft de vraag of Halsema er niet goed aan had gedaan zelf een maand geleden het voortouw te nemen. Omdat de kans dat de zaak zou uitlekken nu eenmaal groot is. Daar ga ik niet op in, daar ga ik ook niet over. Uh, er zijn redenen voor geweest. En uh, om dit bekend te krijgen is het wel zo dat er iemand een ambtsbriefstijf moet hebben gepleegd. En daar hoef je niet op voorhand van uit te gaan. Wat gaat er nu precies nog gebeuren? We wachten op de beslissing van de officier van justitie in Haarlem. En heeft u nog contact gehad met uw cliënt of de familie? Ik ga er verder niks over zeggen.